Shoo-wee-doo, wop-wop-oh-oh, ho, it's the Lowlands Show, ho, ho. Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe Lowlands Show en we hebben een hele bijzondere gast. Het is niet zomaar iemand, als het goed is staat ze al achter de deur. Ze is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ze is de vicepremier. Ik heb het over Kajsa Ollongren. Kom maar, yay! Mensen zeggen natuurlijk altijd iets over uw naam, of die goed is uitgesproken. Ja, het klonk goed. Ja, ik verbeter mensen eigenlijk nooit meer. Nee? Ik vind alles goed. Hoe gaat het vaak mis bij mensen als ze uw naam noemen? Nou, de meest veel voorkomende fout is dat mensen Kasia zeggen. Kasia. Terwijl de J echt voor de S staat. Ja. Ja. En is dat dan echt een no-go? Ik ben er zo aan gewend geraakt. En ja. Nee, ik snap het ook wel. Ik vind het niet zo erg. Okay. Zeg het nog één keer hoe het moet. Kajsa Ollongren. Kajsa Ollongren. Ja, oké. Okay. U heeft vanochtend een lezing gegeven. Ja, nou ja. Een praatje gehouden. Nou, ik mocht dus op het podium staan op Lowlands. Nou, dat is natuurlijk een unieke kans. En ik heb gepraat over vrijheid, over democratie, over de democratische rechtsstaat. Wilt u misschien wat drinken? Even vergeet ik. Wilt u wat drinken? Ja, een beetje water zou ik zeggen. Water? Ja. Ik heb niet echt water. Ik schenk gewoon een biertje in en ik snap dat u dat niet gaat drinken. Maar het ziet er wel leuk uit. Een hele mooie... Ja, prachtig. Is het geen bier? Goed? Nee, het is zeker bier. En dan dacht ik, misschien wilt u het biertje wel met een cherrytje. Die hebben we speciaal geknutseld namelijk. Nee. Oh, ik krijg hem niet los. Bent u nou gelijk aan het slopen? Ja, het drinkt heel lastig hoor hieruit. Ik heb er nog één. Ik heb ontelbaar cherrytjes in mijn zak. Maar u heeft hem dus wel afgehaald. Ja. Ja, maar gewoon om praktische redenen. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik vind het toch een beetje zielig dat het hoofd hier ligt. Ik haal het even weg. U bent een beetje een felle tegenstander van de partij, van Thierry en van Thierry zelf. Ja, het gaat mij helemaal niet om Thierry of om een partij. Maar het gaat mij erom dat ik gewoon niet wil in Nederland dat we onderscheid maken tussen mensen. Ik vind dat is nou wat Nederland is. Dat je kunt zijn wie je bent. En we zijn echt allemaal verschillend. En u vindt dat Thierry dat dan helemaal, dat is echt het tegenovergestelde eigenlijk van wat u zou willen met de wereld? Ja, dat staat inderdaad behoorlijk lijnrecht tegenover elkaar. Ja, hij heeft ook een soort verlangen naar het verleden. Terwijl ik heel erg geloof in vooruitgang. Ik denk, weet je, als we nieuwsgierig zijn en niet bang zijn voor verandering en vernieuwing. Ja, daarvan wordt de wereld beter. Ja. En dat rare conservatisme en terugverlangen naar vroeger toen alles beter was. Ik geloof daar helemaal niet in. Oké, nou ik ben ook helemaal, ik ga het ook gewoon eens hoofd afhalen. Gadver. Weg. Wordt u met respect behandeld, zeg maar? Sinds u minister bent? Of überhaupt sinds u de politiek in bent gegaan? Dat is toch wel bijzonder. Nou, over het algemeen wel. Zeker gewoon met mensen op straat. Hè? Dus in Den Haag of hier of in Amsterdam. Zeker, absoluut. Heel aardig en met respect. En ook kritisch. Hè? Dus mensen zeggen wel wat ze vinden. En waar het wat minder is, qua respect dan. Dat is natuurlijk op social media. Maar ja, dat hoort er dan ook wel weer bij. Wat dan? Wat gebeurt er op sociale media? Nou, weet je, daar zijn mensen toch iets. Daar zit dus een laag tussen jou en de persoon waar je iets van vindt. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat mensen wel soms heel erg vanuit de onderbuik reageren. Ja. Nou ja, vind ik niet zo heel erg. En anoniem ook. En anoniem, inderdaad. Ja. Ja. En ik vraag me dan wel af, is het echt een persoon of is het een troll? En dat weet ik natuurlijk nooit helemaal zeker. Of is het dood dan? Is het een persoon of is het dood dan? Dat is precies, ja. U kent Femke Halsema ook goed. Ja. Femke ging naar Amsterdam, u ging naar Den Haag. Ja. Nou ja, ik ging eerst geloof ik naar Den Haag en toen zij is pas net burgemeester geworden. Ja, dat is waar. Ja. Oké, ja, wat u zegt. Ja. Maar hoe is dat? Ja, hebben jullie contact daarover? Nou, we hebben sowieso contact, hè, omdat ik minister van Binnenlandse Zaken ben en zij burgemeester van Amsterdam is. Mm-hmm. Maar ik kende haar inderdaad al. Ik vind het geweldig dat Amsterdam nu een vrouw als burgemeester heeft. De allereerste ooit. Ja, dus ik ben daar toch wel ook als Amsterdammer wel trots op. Ja. Mooi om te zien. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd? Ja, geen idee. Ja, misschien blijkbaar waren er steeds mannen die beter waren. Ja? Nou, dat geloof ik dus niet. Want mannen zijn natuurlijk eigenlijk beter in leiding geven. Wat zei je? Niks. Niks, mevrouw Ollongren. Nee, ik dacht even dat ik iets hoorde. Ik ken één woord Zweeds, omdat ik het zo lekker vind. Ik ga het nu proberen uit te spreken. Schuttbeler. Ja, die is jette god, Schuttbeler.
Oh, ik vind Zweeds zo leuk. Hoe kan ik zeggen, u mag weer door de deur gaan en een groot applaus. Tack så mycket, du får gå ut genom dörren och tack. Nee, dat is veel te veel. Oké. Okay. Nee, weet je wat je ook kan gewoon zeggen? Tack. Oké, okay, ik doe gewoon fonetisch. Tack, je verder en uit en verder dus. Bijna goed, dankjewel hè. Applaus voor jezelf en voor als je zit te kijken. Kasia Ollongren. Kasia, sorry. Ik maak er gewoon een beetje mijn eigen naam van. Vond je dit nou een hartstikke leuk gesprek en wil je veel meer Lowlands showen zien of andere programma's van de VPRO? Abonneer je dan lekker op dit kanaal. En als je Zweeds bent en je verstaat dit niet, dan versta je het nu wel. Ja, om natuurlijk dat te hebben cool, dan kan je het abonnement op den här kanalen. Ik hoop dat je het bra. Hey. Tak.